Oké, let's go. Had hij mij gevraagd van hoe dat ik juist film. Het is nu lekker warm, dus... Oh, dat was een keer vrouw, ik zoek me rot. Ik kan hier wel even een wheelie proberen als jullie dat willen. Oh, fuck. Yo mensen, vettelijk kijk naar zijn nieuwe video. Ik weet niet wat het is hoor, maar mijn neus zit zo de hele tijd verstopt en hij loopt en dan verstopt hij weer en zo, hup, zo de hele tijd. Dus ik denk dat ik misschien een beetje ziek aan het worden ben. Dus dat is wel kut. Ik had jullie beloofd dat we nog eens met de brommer gingen rijden en ik denk dat het vandaag wel goed weer gaat zijn. Althans, ik zie al dat het goed weet overtrekken, maar als ik in de weerapp kijk, normaal gezien, dan ga ik gewoon weer op mijn gsm, want ik heb mijn camera terug zoals ik al zei. In de weerapp staat inderdaad niets van regen, dus dat is wel goed. Dus van even naar buiten en we gaan de brommer er eens bij halen. Ik ga even andere schoenen aandoen. Als ik praat heb ik ook zo inderdaad door dat mijn neus zo verstopt is. Maar we gaan naar buiten, want hier staat de beast hoor, dames en heren. Ik heb al zo lang niet gereden, ik zou eigenlijk niet weten, maar toch wel langer dan een week dat er weer allemaal spinnenwebben op zijn aan het komen. Maar goed, we gaan hem eens aanzetten. Ik weet niet of er nog genoeg benzine in zit eigenlijk. Dat zal wel. Oké, let's go. Hij gaat nu waarschijnlijk roken als een gek. Dat is sowieso meestal wel hoor, als hij lang heeft stilgestaan. De rook voelt al sinds al goed koud, dus ja. Ik wil even wachten tot hij natuurlijk is opgewarmd. En als ik zo naar boven kijk, ziet hij er wel goed uit hoor, dames en heren. Ik zal hem straks, voor we dat we vertrekken, even laten warm draaien. Want eerst wil ik jullie een paar andere dingen laten zien. Een paar van jullie hadden mij al eens gevraagd, omdat jullie ook beginnen zo met brommervlogs te maken. Is alleen maar leuk natuurlijk. Hadden mij gevraagd van hoe dat ik juist film. Op de brommer en ook, ja, gewoon. Ik ga hem hier even neerzetten en het is hier fucking rommelig. Oké, ik heb jullie even neergezet. We zullen beginnen met wat ik standaard film en dat is gewoon een GoPro gelijk nu. Of soms gebruik ik mijn iPhone. Ik heb zo een tijdje geleden dat ik zo'n video gemaakt over welke camera ik juist had gekocht. En dat is zo'n GoPro Hero 12 Black. Is nog niet zo lang uit denk ik, alhoewel ik denk dat er nu al de nieuwe 13 al is. Maar dat is wel echt een goede camera. Ik heb natuurlijk ook nog een aparte microfoon voor. Ik kan het wel even in spiegelbeeld misschien laten zien. Dat is een van, rode denk ik. Ik zal even de weerspiegeling zien. Zo ziet mijn camera eruit. Dit is een microfoon. En ja, de camera is en soms gebruik ik dat statief, omdat daar ook nog een keer een andere batterij zit. Een GoPro batterij gaat niet zo lang mee, maar als die in dat statief zit, kun je zo verbinden met een kabeltje en dan heb je zo langere batterijduur. Het is echt veel langere batterijduur. Het is ook een hele grote batterij, dus ja, dat gaat goed lang mee. Maar dat kun je natuurlijk niet gebruiken op de helm. Dus ik zal het nu even hebben over hoe ik film als ik op de brommer zit. Dus dan hebben we een paar dingen nodig. Als eerste een microfoontje, want anders gaan jullie mij niet kunnen horen praten. En dat is een microfoontje dat je gewoon met zo'n AUX ding, jullie kennen dat wel, stik je gewoon in die GoPro. Pro. Je hebt er wel zo'n een wisselstukje voor nodig, maar dat zat hier al bij. Ik denk niet dat je op elk apparaat zo'n tussenstukje moet hebben, maar bij deze dus wel. Maar dat zit er meestal wel gewoon bij hoor, dames en heren. Dus deze steekt hierin, in je GoPro, en dit maak je dan zo vast met een kleppen dingetje aan de binnenkant van je helm. Zet die maar gewoon zo dicht bij je mond, want als er veel wind is of echt een luide uitlaat, dan is hij waarschijnlijk soms moeilijk te verstaan. Dus dat is al één. En dan hebben we natuurlijk iets nodig om onze helm aan vast te maken. Ik bedoel, onze camera, wat was ik, onze helm. Dit gaan we vastmaken aan onze helm. Je hebt dat waarschijnlijk wel al eens gezien. Zoiets hier maken we hier aan vast. Dat kan ik straks wel eens doen. Zo hier aan de neus, zeg maar. Maken we hier aan vast. Kan je zo rond binnen. Dat ga ik jullie straks laten zien. Hoe je dat juist doet. Het is wel echt nogal... Ja, het is niet ingewikkeld hoor. Maar het is echt ambetantig werk. En dan kunnen we hier de GoPro doorschuiven. En dan komt er hier zo'n vijsje door. En dan zit die goed vast. Dat vijsje zit trouwens hierbij. En bij je GoPro. Dus je hebt er, ik heb er drie zeker. Dus ja, je hebt er genoeg op voorraad. Ja, we gaan het eens vastmaken hè. Ik doe even gewoon, meestal voor even ja, wat handiger te kunnen zijn, pak ik die bril eraf, want anders zit dat toch maar in de weg. Achteraf kun je hem natuurlijk erop zetten hoor, daar niet van. Oh, de bril is best wel nog altijd clean hè. Het is nog altijd nieuw nou, trouwens, nog niet veel mee gereden, dus mooi. Dus we hebben hier gewoon een helm, kan op alle helmen hoor trouwens. Dus, kan ik dit best tonen. Oké, dus het moet zo, als de driehoek zo, hè, tot de driehoek, wat ik me voorstellen. Dat kan je er zo op doen en dan heb je deze twee lintjes. Deze doe je naar binnen en dan deze, ook deze twee lintjes doe je ook naar binnen. En dan probeer je een beetje een gemakkelijke houding te doen. Want je wilt zo één lintje, zo'n lintje, wilt je hier doorsteken, door dat kleppen dingetje. Dus ga je daar doorsteken en dan, ja, dit kan ik niet laten zien aan jullie. Maar steekt je, ja, doe je zo een beetje langs de binnenkant en steekt je het er zo door. Dit is echt heel kut om te doen, want zo'n klein gaatje. Hour later. En als het erdoor zit, kan je het zo wat aantrekken. Of niet te hard aantrekken, want je moet de andere er eerst ook nog doorsteken. En vast gaat hij scheef hangen. Je kunt het wel al dicht doen. En dan doe je bij het andere lintje exact hetzelfde. Voilà, die zit erdoor. En dan kan je dat al goed aantrekken. Dus, goed aantrekken. Zien dat hij recht hangt. Vast gaat je GoPro zo scheef filmen. Goed aantrekken. Hup. En dan kan je dat andere, wat je nog niet zo hard hebt aangetrokken, zal ik zeg maar zeggen, kan je dat
goed, ja, even lekker aantrekken dat die goed strak zit. Gelijk nu. Nu kan die amper bewegen. Hij moet eigenlijk gewoon niet kunnen bewegen. Zo. En dan gaan we nu de GoPro erin zetten. Maar dan zal ik even filmen met mijn iPhone. Of anders gaan jullie, ja, het niet zien. Oké, ik film even met mijn iPhone. Dus ja, nu kunnen we nog eens zien. Dit is zo de camera die ik zo voor gewoon het filmen gebruik. Maar als we op de brommer gaan, pak ik hem er gewoon eerst af. Je moet even dit vijsje losdraaien. Typisch GoPro, dit zo met dit vijsje. Dat is meestal universeel. Dus dat draai je er even af. Voilà. Ik ga al deze kabeltjes losmaken. Pak voor de gemakkelijkheid dit er gewoon af. En dit is het wisselstukje trouwens, wat ik bedoelde. Dus dat komt dan, ik kan het hier al direct tonen. Het microfoontje steek je hier dan, ja, tussen. En dan kan je het hier gaan insteken, het microfoontje. Maar dat doe ik meestal op het, ja, laatste. Anders staat het kabeltje hier vooral dik in de weg. Dus dat gaan we nu even doen. We gaan nu even de GoPro in de mount zetten. Kan ik het best laten zien. Oké, we hebben hier de mount, we hebben de GoPro. Zodat deze dingetjes naar beneden zijn. En dan kan je het zo tussen schuiven. Soms is het zo'n beetje krap, maar als het zo'n beetje open houdt, kan het er wel door. En dan kan je er die vijs gaan doordraaien. Voilà. Doe dat maar goed strak, of anders gaat hij meestal zo naar voren vallen. En dat willen we natuurlijk niet. Ook natuurlijk niet in hij forceren, anders breekt dat ding gewoon direct. Maar je mag het wel goed aandraaien, zoals dit. Hij moet natuurlijk nog met de hand kunnen verstelbaar zijn, maar zo gaat hij niet tijdens het rijden naar beneden vallen hoor. Oké, dus die zit erop. En nu hebben we nog één ding te doen. En dit is zo die microfoon installeren. Dus we hebben hier, nu kan je het even naar voren duwen. Die opening, met die aux-opening zeg maar. En dat steken we erin. Hup. Kun je hem nog zo naar achter duwen, want dat kabel gaat hier wel in de weg zitten. Maar je kan het er zo achter duwen. Je kunt het een beetje zo naar rechts duwen, maar dat gaat niet breken hoor, dames en heren. Allee, als je het ernaar duwt natuurlijk wel. Dus dan zit hij goed vast. En nu nog het microfoontje langs de binnenkant. Hier maakt hij dan meestal aan die touwtjes van die mount vast. En dan, ja, zal hij niet gaan vallen hoor. Meestal test ik wel even of hij er nog aanhangt met mijn tong er gewoon even tegen. Dan zijn we zeker van dat hij er nog aanhangt. Dus zo ziet het er dan uit, dames en heren. En in de settings van GoPro zou je best even zo je wide-angle lens zetten. Je kunt ook nu nog even checken of hij mooi recht hangt. Achteraf bij het editen kun je dat meestal ook nog recht trekken, dus zoveel maakt dat niet uit. Maar goed, dan kunnen we nu eindelijk de brommer nog eens starten. En even nog wat laten warm draaien, want ik heb hem maar even aangezet. En dan, ja, gaan we een stukje rijden. En mijn bril mag niet vergeten trouwens. Oké, zie. Ik sta even aan de kant en ik ben pas later op te nemen. Maar ik pak zo even altijd mijn telefoon erbij, zodat ik hem in de reflectie kan zien dat hij wel aan het opnemen is voor de zekerheid. Want ik heb namelijk al eens meegemaakt dat ik aan het rijden was en hij de hele tijd aan het praten was en hij was niet eens aan het opnemen. Dus daarom check ik nu altijd even, ja, even gaan nachecken of het wel gewerkt heeft. Oké, okay, ik heb al een stukje gereden en hij was nog koud en als je dan optrekt mijn koude blok, dat werkt echt langs geen kanten. Maar dat maakt niet uit, hij is nu lekker warm, dus... Oh, daar was een keer een vrouw, zoek me rot. Het is echt weer lang geleden dat ik me zat gereden hoor, dames en heren. En even voor de duidelijkheid, hij is begrensd, want ik kan verkopen, maar dat wisten jullie waarschijnlijk, de trouwe kijkers weten het al. Er is ook trouwens echt veel wind. Er zal waarschijnlijk veel wind in mijn helm komen, omdat ik zo'n open helm heb. Dus ik hoop dat ik een beetje te verstaan ben. Ik heb nog nooit gefilmd trouwens met de nieuwe uitlaat. Dus dat is ook nog extra luid, dus ik hoop dat jullie mij zeker kunnen verstaan. Maar hey, dat zullen we pas achteraf te weten komen eigenlijk. Er is ook al, ja, zoals ik al zei, tyfus veel wind, jongen. In de wind rijden met een begrensde brommer is echt gewoon zo dodelijk, jongen. Hij raakt amper vooruit. Maar goed, verwacht zouden we het eens gaan hebben, want ik kan niet zo lang rijden, denk ik. Het is echt nog eens heerlijk om te rijden, hoor. We zullen het hebben over, ja, mijn rijbewijs A1, waar ik mij voor had ingeschreven al een tijdje geleden. Er zit namelijk een groot verschil in, zeker, met het rijbewijs A1 in Nederland en het rijbewijs A1 in België. Allee, om het te behalen, zal ik maar zeggen. Als je er in België 2 jaar je vast rijbewijs hebt, daarmee bedoel ik je rijbewijs B voor, dus de auto te kunnen rijden. Als je dat 2 jaar hebt, dan mag je gewoon even een soort van cursus of een, ja, 4 uur les gaan volgen bij een erkende rijschool voor een rijbewijs A1 en dan krijg je dat gewoon. Allee, als je dat gevolg, je moet niks van examens doen, je krijgt gewoon een papiertje mee en daarmee moet je naar je gemeente gaan en dan krijg je een nieuw rijbewijs. Maar natuurlijk, dan moet je dat enkel gebruiken in België, maar op zich voor mij is dat goed hoor. Ik ga nooit naar buiten dat met een motor, dus ja... Dat zie ik niet echt in waar ik zo een aparte... Allee, je kunt nog een aparte examen doen voor rijbewijs A1, maar dan moet je weer lessen nemen en zo. En die zijn tyfus duur. Dus ik wacht liever tot mijn rijbewijs A gewoon. Dat is al duur genoeg, zeg maar. En in Nederland is het denk ik als een normaal rijbewijs dat je
theorie moet doen en een praktijkexamen. In België ook hoor, maar er is gewoon een manier wanneer je 2 jaar je rijbewijs B hebt, dat je gewoon even een cursus moet gaan volgen. En wat houdt dat in? Dat is gewoon een beetje op een parcours rijden, je krijgt wat uitleg. En ja, je gaat ook op de weg rijden, want je moet zo beschermde kledij meepakken. En ook een oortje, allee, of oortjes eigenlijk. En die oortjes moet je dan zo in een bakje steken, denk ik. En dat bakje hangt dan aan je broek of I don't know. En dat kan je toch onderweg je lesgever nog horen. Dus ik heb er eigenlijk wel zin in. Het is jammer genoeg nog een tijdje, maar ja, ik heb er wel echt zin in. Natuurlijk, ik heb niet zo de stress van door een examen te moeten geraken. Dus dat is wel echt chill. Maar natuurlijk, die wachttijden voor lessen, jullie zullen het waarschijnlijk wel weten. Dat zijn extreem lange wachttijden, dus dat is wel echt kut. Daarom op tijd uw lessen boeken, dames en heren. Niet wachten. Deze brommer gaat begin januari, zeg maar, gaat hij weg. En dan ga ik achter mijn Sherco 125 om misschien de KTM. Want deze Sherco moest je ook op tijd bestellen, had ik gezien. Ik had het eens nagevraagd in de winkel en het is ongeveer 2 weken ja, levertermijn. Je moet natuurlijk uit het buitenland komen, dus ik moest zorgen dat ik er ook op tijd bij ben, zeg maar. Oh, dit soort straatjes, zo van links naar rechts, met binnenkort een 150cc moet zo nice zijn. Iemand vroeg mij onlangs trouwens voor waar een Stage 6 onderligger uitlaat een goede keuze was. En ik denk van wel hoor. Allee, als het echt voor opvoeren is en om de proper uit te halen, zou ik toch beter Stage 6 halen. Of Stage 6. Op zich een Volca is ook gewoon, maar toch eerlijk, als jullie zo echt opgevoerde brommers willen, maar echt neig opgevoerde brommers, heb je wel meestal onderdelen van Stage 6. Oh, er komt daar weer een hele donkere wolk aan. Ik hoop dat ik op tijd thuis ben. Hé, maar mensen, ik moet jullie nog vragen om te abonneren trouwens, hè? Want ik zit bijna aan de 2000 abonnees. Niet vergeten. Oh, we komen hier bijna in de buurt van dat straatje of steegje, zeg maar, van waar ik eens die ene video heb of nog van tips en tricks. Het was mijn best bekeken video. Die wordt iedere dag nog zoveel bekeken. Dat is super nice, van tips en tricks voor ja, nieuwe brommerrijders. En wat meer specifiek, er zijn 2-takt, ja, gelijk Beta en Derby. Zullen we even doorrijden? Ah nee, ik zie dat er een dikke tractor staat. Zullen we maar gewoon ergens anders naartoe gaan. En hier is dan dat bosweggetje, zeg maar, waar ik eens met deze brommer heb doorgereden. Ik ben trouwens ook op mijn bek gaan. Oei, ik voel een tank op de weg. Oei, het is echt wel jammer dat het weer zo koud begint te worden, hoor, dames en heren. Ik moet mijn andere handschoenen weer aandoen, want dit zijn maar gewoon, ja, het is maar een klein lapje stop, zeg maar. Ah, mijn dingen weer vuil te worden, man. Ik stel altijd uit om mijn brommer te wassen. Tegen het onderste is het niet zo vuil, maar tegen gewoon die witte kappen zet dat het rap vuil wordt. Dat is natuurlijk wel een probleempje. Maar ik even hierin. Oh, wat is hier vuil. Allemaal kastanjes, jongen. We zijn vandaag trouwens 1 oktober. Ik was al vergeten dat het net vandaag 1 oktober was. Op zich, oktober is wel een chille maand. Zo met Halloween heeft echt wel een goede sfeer. Oké, nee, ga ik echt niet doorrijden. Het is veel te vuil. Ik ga hem even draaien. Ik kan hier wel even een wheelie proberen als jullie dat willen. Oh, fuck. Hopla. Oké, dat was echt een wheelie van 1 mm. Ik denk dit soort asfaltwegen, of ja, is het asfalt? Ja. Als dat nat ligt en je remt even heel goed door, oh ja, mijn bad is echt vuil, dat je dan echt direct op je bek ligt. Even een tip nu dat ik daarnet nog wat over die uitlaat bezig was. Zo als je een andere uitlaat neemt dan die standaard uitlaat, trekt je brommer al veel rapper op. Maar als je je brommer wil begrensd houden, laat die proper gewoon inzitten. En je gaat nog steeds je begrensde snelheid hebben. Maar je gaat wel sneller optrekken, dat is toch wel iets. En je hebt natuurlijk een dikker geluid aan die standaard uitlaten. Ah, ik ruik hier ook trouwens weer de heerlijke chocoladegeur van de chocoladefabriek. Ik ben daar eigenlijk al gewoon. Maar goed, dan hebben we toch weer zo'n stukje gereden hoor. Dat is lang geleden. Ik ga het hierbij houden. Abonneer zeker op mijn kanaal dat we naar die 2000 abonnees gaan. Bij de 10.000 abonnees doe ik iets speciaal. Ik weet het alleen nog niet wat ik ga doen. Maar ja, dat is nog even. Dus zoals ik al zei, abonneer mensen. Like. Laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Ciao.